Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag weer maandag. Het is 13:28. Astrid, die komt niet. Die is net zoals ik hartstikke ziek. En ondanks dat ik ook ziek ben, ga ik vandaag proberen toch maar eens even wat aan de kerstspullen te doen. Dat weer een beetje bij een beetje weg zien te krijgen. Ja, ik ga eerst nog lekker een bakje koffie doen. En Frodo, die heeft vandaag, althans afgelopen nacht, voor het eerst zonder kap geslapen. Hij heeft daardoor heel goed zijn best gedaan. Ik ben trots op hem. Maar dan moet hij niet nou weer gaan beginnen, hè? Met een geflobber en je pootje heel laten. Hé? Hé? Oh ja, hè? Je laken al, die is ook al vervanging toe, hè? We gaan niet graven, hè, want dat mag niet. Dus, hé, zeg eens dag. Zeg eens dag. Nee, doen we dat niet? Nou, dan niet. Maar oké, ik ga dus aan die boom beginnen. En als die boom weg is, nou, dan is het al een hele ruimte weer, hè? Ja. Hé, Kandal. Was jij ook in de buurt, man? Oh ja. Oh. Is het zo? En hier is Eeuwin. Zullen we even naar de andere kant. Hé. Hé, meisje. Hé, meisje. Eeuwin. Ja, uitrekken, hè. Keeltje goed weer. Als er eentje eigenlijk wat meer eten moet, dan is zij het wel. Ja. Maar ja, er staat altijd een eeuwig eten klaar voor hun. En er is genoeg. S'avonds krijgen ze nog een keer vlees. Maar ja, ze laten dat trouwens beide staan momenteel. Ja, ze hebben niet zoveel zin in vleesje. Althans, niet deze smaak. Dat ik zal eens een keer van de week even andere halen, visje of zo. Hè? Dat smaakt weer eens wat anders. Dat, ik zal even koffie in gaan schenken, althans water op mijn koffie. Zo, ook weer gedaan. En ik ga eventjes eerst nog wat voor mezelf doen. Ja, ik heb afgelopen nacht weer niet geslapen. Dan ben ik ook eens zo later uit. Maar ja, ik ben niet de enige. In Den Haag zijn er nog twee die net wakker zijn. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Als je ziek bent, mag dat. Is dat toegestaan? Ja. Dan zijn er andere regels. Die komen ook wel weer goed hoor. Ja hoor, het komt vanzelf allemaal wel weer goed. Maar ik had niet dat ik steeds zo moe was. Ja. Ik ben maar moe en dan kan je niet slapen. Ja, dan val je in de ochtend pas wel in slaap, maar dan nog, je wilt dan op die tijden er eigenlijk uitgaan. Maar dan val je juist in slaap. Maar oké, doet er allemaal niet toe. Ik ga hier verder aan de gang. En ik laat het jullie wel zien, zometeen. Het is trouwens, hoeveel te leven we? 14 januari is het. Ja, maandag 14 januari. Gisteren heb ik trouwens niet gevlogd hoor, zondag de 13e. Nee, niet omdat het de 13e was, maar gewoon geen zin, beroerd, misselijk en onderweg. Ik ben al blij dat ik niet hoest, ja. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. De zon die schijnt, de lucht is blauw, dus wie weet. Het regent ook af en toe, ook dat hebben we. Maar het is nou blauw en de zon die is aanwezig, dus... Wat wil je nog meer? Dus geniet ervan, maar het is wel koud, dus trek je wel warme kleding aan. Ik zou zeggen, tot later. Nou, zoals jullie zien, ik heb al een aantal X-boxen naar beneden gehaald waar ik de kerstballen weer in kan doen. De kerstballen weer opruimen. Ik heb er ook een heleboel niet gebruikt, omdat ik die kersttakken niet meer had. Ik ben ook al bezig geweest, ja, de boom die staat vanzelf nog, maar de salontafel is weer leeg, die staat nou aan de kant. Hier is de box, maar er kan nog het een en het ander in, dus die gaat nog niet dicht. En nou heb ik lekker een bakje
Moet jij er alweer uit? Je bent zo vervelend. Het is met hem erin en eruit. Twee tal buiten en hij wil weer naar binnen. Nou, opgehoepeld dan. Dan blijft hij daar nog staan, ook die jodokus. Oh, ga daar onderdoor. Mafklapper. Mafkees. Die houdt zich nou mooi gedijs, die is lief. Die denkt ook, vrouwtje is druk bezig. Ik ga lekker rustig wezen voor vrouwtje. Nou, doet hij goed. Ik heb nou een bakje koffie. Even pauze houden. En dan zo verder ga ik aan die boom beginnen. Slingers eruit halen. Nou, en die box die staat hier ook waar de slingers in moeten. Dus ja, daar zit het tussenin en daar komen de slingers erbij in. En dan merken we het wel. Ja, en dan de box opzoeken waar de kerstboom op staat. En daar komen de ballen dan in. Maar ja, zo ga je beetje bij beetje toch weer naar de ruimte te creëren. Ja. En ik denk dat ik bovenaan dat raam die kerststak laat hangen, maar dat weet ik nog niet of dat wel kan. Daar heb ik zo'n kerstgelander hangen. Meen ik tenminste. Of ben ik nou zo kippig? Ik ben zo kippig als een eten momenteel, echt. Ik dacht dat ik daar een gelander... Ja, zie je wel met ballen erin. Ja, dan komt het licht. Je kijkt tegen het licht in en dan zie je het zo wat niet. Dan hangt de gelander. En als die niet het spandraad van de vitrage in de weg zit, kan ik hem laten hangen. Zit hij wel in de weg, moet ik hem de weg halen. Ja. Yeah. Maar dat zien we straks hopelijk nog wel weer. Ja. Ik weet niet hoe ver ik kom. Dat zien we wel. Zolang ik die boom al leeg heb, dat vind ik alles best. En daar weg heb. Ja. En dan zien we dan wel weer, toch? Ja, ik doe mijn best en meer dan dat kan ik niet doen. En ik ga zelf graag voor. Ja, dan de rest. Dus, lieve vrienden, tot straks maar weer. Ja, en ook het wordt alweer een kale boel. De slingers zijn er al uit en dat... Nou, dan wordt het al aardig kaal hoor, als je de slingers eruit hebt. Mijn hemel. Dan is er gelijk niks meer aan. Ja, dus ik zal het jullie even laten zien. Ik ben moe en beroerd. Oh, knolende kop aan ineens. Nou ja, kijk. Ga gewoon weer even pauzeren. En weer even een bakje koffie met het lekkers erbij. Heb ik dan ook alweer verdiend. Dat vind ik ook goed hoor. Ja, straks de ballen. En dan zien we dan wel weer. Ik had eerst de box even opzoeken. Die staat hier ergens tussen. Zo. Hier zitten de zwanendonslingers in en de kralenketting. Dat is wat bij elkaar hoort. Ja, heb ik toen nog mijn mannetje gehad. Plus die ene lamp waar sneeuw op de vloer als het ware kon. Maar dan moet je in het donker zien. Ja, die hangt aan het plafond en die hangt gewoon het hele jaar, want die andere lamp die gebruik ik eigenlijk nooit. Die hangt er voor de sier, zeg maar. Maar oké, okay, we gaan langzamerhand door. Ik ga eens een bakje koffie maken voor mezelf. En wat lekkers erbij, wel verdiend. Ja. Even time out. Ja toch? Ja. Tot later. Ja, lieve vrienden. Oh, vergeet de lamp. Oh, oh, oh. Oeh, die zo fel aan mijn oogjes. Nou ja, oké. Okay. Ja, ik heb last van mijn ogen. Ik ben moe. Ik ga straks lekker slapen. De kerstboom is weg. Ja. Dat wil ik jullie even laten zien. Draaien moet ik dus nog. Maar ik kon niet meer en ik ga toch voor op de kerstspullen. Frode die is hartstikke lief, Ewen die is lief en waar Gandalf is, ja Joost mag het weten, maar ik weet het niet. Misschien dat hij buiten is, ik weet het niet eens eerlijk gezegd. Nee, ik
komt niet naar binnen, dus ik zal wel boven wezen. Maar oké, ik was met koffie bezig en ik zit nog even naar Good Doctor te kijken. Ah, daar is Kandal. Kandalfie. Oh, miauw. Wat goed je dan? Hé? Ja, je bent lief. Ja, jullie zijn allemaal, ze zijn allemaal lief vandaag. Ja, dat... Maar in ieder geval, ja, ik ga dus zo lekker slapen. Want ik ben het echt zat. En ja, ik moet nog even naar Facebook. En daar zeg ik het ook voor jongens, toedeledokies. Bekijk het maar, wees lief voor elkaar. Maar ik kan niet meer, ik ben op. Afgelopen nacht ook weer niet geslapen. Ik heb maar een paar uurtjes vanochtend weten te kunnen te slapen. Ja, dat was pas na negenen dat ik ben geslapen. Dat, ik ben nou echt zat. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie avond. En ik weet niet wanneer. Tot de volgende keer. Doei, doei.